Beste vrienden, mijn naam is Quinten, ook wel bekend op het wereldwijde web als Pof. Of nood, haha, echt kapot lachen. Hè? Dagen zit ik te denken hoe ik mijn views omhoog kan krijgen op mijn YouTube kanaal. Op welke manier ik nog een clickbait titel kan gebruiken. Veel dingen geprobeerd, maar niets blijkt te werken. Ik begin stilletjes aan uit inspiratie te gaan lopen. Ik moet echt snel iets vinden. Er moeten toch nog andere opties zijn. Mooie vrouwen in de thumbnail kan toch niet blijven werken? Ik ben er zeker van. Er is nog iets anders dat kan werken. Ik bedoel, wat gebeurt er wanneer... Dat is het. Ik bedoel, ik moet gewoon domme dingen doen met mijn iPhone 7. Dat krijgt altijd veel views. Wat gebeurt er wanneer je de iPhone 7 laat vallen? Mensen, vandaag doen we een test met de iPhone 7. Wat gebeurt er wanneer we de iPhone 7 laten vallen? We hebben hier dus een iPhone 7 in mijn rechterhand of linkerhand. Het is natuurlijk te bekijken hoe... Ja, we gaan vandaag... We gaan de iPhone 7 nu laten vallen. En dan laat ik jullie daarna het resultaat zien. Dus je ziet het, er zijn heel wat krassen op de iPhone 7 gekomen nadat ik hem heb laten vallen. Dus dat is de reactie dat de iPhone 7 geeft wanneer je de iPhone 7 op de grond laat vallen. Wat gebeurt er wanneer je de iPhone 7 24 uur lang in de diepvriezer legt? Oké, hier zie je de iPhone 7. We leggen hem nu in de diepvriezer voor 24 uur lang. Jawel, we leggen hem hier zo in en dan gaan we nu gewoon 24 uur wachten. Oké, mensen, we gaan kijken wat er is gebeurd met de iPhone 7 nadat hij 24 uur in de diepvries heeft gelegen. Oh nee. Waar is de iPhone 7? Waar is de iPhone 7 naartoe? Oh nee. De iPhone 7 is veranderd in een ijsblokje. Mensen, dit is dus wat er... Godverdomme. Mensen, dit is dus wat er is gebeurd met de iPhone 7 nadat hij 24 uur in de diepvries heeft gelegen. Wat gebeurt er wanneer een alligator in de iPhone 7 bijt? Oké, dus ik heb niet echt een alligator in huis. Ik weet niet waar het met jullie zit. Maar ik heb wel een kat. Dus misschien... Ja? Ja. Dus kunt gij dat even opeten, zodat ik dat in de thumbnail kan zetten dat een alligator mijn iPhone 7 opeet? Kunt gij dat even doen? Hallo? Kunt gij dat even doen? Even opbijten gewoon dan. Even gewoon opbijten zo. Kunt gij dat even... Wat gebeurt er wanneer je met een hamer op de iPhone 7 slaagt? Dus we gaan slagen en de iPhone gaat kapot. De iPhone gaat kapot, oké? Als je daarop slaagt, als je een alligator erin laat bijten, als je weet ik veel wat doet, de iPhone gaat kapot. Dus doe het gewoon niet. Het boeit mij niet wat er gebeurt wanneer je met een hamer op de iPhone slaagt. Want tuurlijk gaat die kapot. Ik bedoel, mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Hey!